Multifunctioneel centrum Klarendal werd vandaag voor het eerst veranderd in restaurant Enjoy. Buurbewoners konden daar gratis een 3-gangen menu eten. Wij gingen langs en spraken met Kumar Poot, oprichter van Stichting Enjoy. Vandaag is de eerste editie van restaurant Enjoy. We gaan koken met jongeren die op zoek zijn naar een stage of een werkplek of geen werk hebben op dit moment. En die gaan koken voor de wijk. Hoe bent u op dit idee gekomen? Omdat wij zagen dat er nog steeds helaas een groep jongeren bestaat die om wat voor reden dan ook niet op school zit of geen werk heeft. En wij zijn zelf heel enthousiast over de horeca. En we proberen op deze manier jongeren enthousiast te maken, zodat ze nieuwe dingen kunnen leren. We proberen inderdaad een zo goed mogelijke maaltijd tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Zodat het restaurant voor iedereen toegankelijk is. We zijn ook aan het kijken hoe we voor de mensen die echt bijna helemaal geen geld hebben, hoe we daar toch voor kunnen zorgen dat zij ook hier kunnen komen eten. En dat is bijvoorbeeld door een samenwerking met de SWOA, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. Daarbij kunnen de ouderen met een geldere pas, die kunnen hier tegen 50% korting komen eten. We proberen de jongeren zo breed mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk een horeca-traject aan te bieden. Waarbij ze ware kennis krijgen, waarbij ze kooktechnieken leren, waarbij ze over hygiëne bepaalde dingen leren. En zodat ze eigenlijk van alle aspecten binnen de horeca een beetje afweten. En zodat ze straks na het traject bij ons ook eventueel kunnen uitstromen in een horecaopleiding of in een horecabaan. En waarom heb je gekozen om hier te gaan werken? Omdat ik me wilde ontwikkelen in de horeca. Dat lijkt me wel leuk. En ik hou sowieso van koken. Dit is ook door school geregeld, waardoor het voor ons wel wat makkelijker is. Hier worden we wel goed begeleid en ook geholpen. En is het restaurant alleen toegankelijk voor de buurtbewoners uit deze wijk? Nee, het restaurant is voor eigenlijk alle Arnhemmers, rijk en arm. Als er een eenzame miljonair hier in de buurt woont of ergens in Arnhem woont en die wil graag komen eten, is die van harte welkom. Betaalt hij wel gewoon normaal de 5 euro. En iedereen met een kleiner portemonnee proberen we voor een lagere prijs zelfs nog een maaltijd aan te bieden. En het is wel even belangrijk dat mensen zich inschrijven, zodat wij van tevoren weten wie er komt. Daar hebben we een gastenlijst voor. Hier bij de receptie ligt een inschrijflijst van de receptie van het MFC Klarendal. En er kan ook een e-mail gestuurd worden naar info@samenthuismaaltijd.nl. En wat verwacht u van deze dag en van het restaurant in de toekomst? We hopen dat dit, want het is de bedoeling dat we het elke week gaan doen. Dus we hopen dat er elke week voldoende mensen zijn die willen komen eten bij ons. En wat betreft het enthousiasme wat we nu al merken, dan moet dat wel goed komen.